mezelf. Dus nog even een voorafje. Goedemiddag, Edith, mijn goede vriendin. Na zoveel jaar gaan we elkaar weer zien. Dat is al heel lang geleden. Ja, heel lang geleden. Te lang geleden. Ja, van Bert zie ik ook wel eens. Edith gaat dan met Bert en de opera. Ja, en ja. Edith kent u eigenlijk van de televisie van de eerste uitzending. Ze was in de eerste uitzending van de Vertrek. En we gaan vandaag, we zitten hier aan de Bali. Een leuke locatie. En we hebben het net gehad over jouw jurk. Daar wil ik toch eens meer van weten. Ja, een hele bijzondere jurk. Ik heb namelijk volgende week een Roaring Twenties feest. Ja, ik heb een hele mooie jurk. Daar droomt elke vrouw natuurlijk van. Een soort flapper girl. Hoe hebben jullie dan gekeken? Ik heb het besteld en via internet bij een of ander Brabants feestbedrijf in Poeteldonk. Nou, Poeteldonk. Poeteldonk. En het verbaasde me, dat was wat ik jou namelijk vertelde aan jou. Hij kostte maar €40 en vroeger heb ik zelf kleren gemaakt, dus ik weet een beetje hoe je iets mooi maakt. Ja. En ik kreeg die jurk. En je dacht, nou, dit is een prep. Ik zou een prep hebben, maar het was helemaal geen prep. Het was een mooie jurk. Het was een mooie jurk met een ingebouwde, voering. Ja. En met allemaal mooie kraaltjes erop en sliertjes. Kortom, ik had net zoiets van, dat is toch niet door zielige kinderen gemaakt? Nee. Maar ja, ik had het in Nederland besteld. Ja, stel je voor, dat iedereen weet dat die jurk ziet goed. Ja. Maar kan je die jurk nu even laten zien? Want Edith heeft hem bij zich. Ze gaat hem nu even laten zien. Nee, ik heb hem niet bij. Oh, je hebt hem niet bij je? Nee, kan je een fotootje sturen, dan monteer je dat erin. Een foto op, dat monteer ik dan even in. Ja. En dan zijn we weer op bijgepraat over de jurk. De jurk? De flapper girl jurk.